Veerle en Dimi waren twee dertigers die na verloop van tijd hebben besloten om samen te wonen. Veerle, haar woning was eigenlijk een grote collectie van prulletjes en frulletjes. Dingen die dat ze nodig had rondom zich om het gezellig te maken. Maar het was gewoon too much. Ze gaven beide wel aan een voorliefde te hebben voor de Scandinavische stijl. En dat zag je dan ook wel eerder terug in Dimi zijn appartement. Daar konden we mee verder eigenlijk. Dat gaf ons een juiste richting aan. In Veerle en Dimi in een nieuw huis hebben we ervoor gekozen om de vloer heel licht te maken. En de muren met verschillende roostinten te beschilderen. En qua raamdecoratie hebben we voor houten lamellen gekozen, lichte houten lamellen, crèmekleurige, die dat zorgen voor een heel mooi lichtspel. De leefruimte was een grote, smalle ruimte, opgedeeld, alleen niet opgedeeld, één grote ruimte waar dat zowel tv-ruimte als eetplaats moest komen. Daar hebben we gekozen voor een transparante room divider. Waarom transparant? Je kan er doorkijken en daardoor worden de twee ruimtes niet verkleind, maar je hebt wel het gevoel van in twee aparte ruimtes, twee aparte belevingen te hebben. De ene plaats kan je tv kijken en een boekje lezen, de andere plaats kan er gegeten worden. Die room divider die functioneerde eigenlijk als een reuze grote letterbak. En dat bood dan meteen ook een oplossing aan de collectie van Veerle. Omdat daarin konden we eigenlijk alles kwijt wat zij zo graag verzamelt. In de eetkamer hebben we gekozen voor een ronde tafel, waardoor dat de doorgang toch wel vrij blijft en je gemakkelijk van de ene ruimte naar de andere kan lopen. En achter de eettafel hebben we een hele mooie decoratieve vlindermuur gemaakt. Ook de trap hebben we in een nieuw kleedje gestoken, letterlijk en figuurlijk, in de spotlights gezet. We hebben ook een organizerbord tegen de trap geplaatst als een soort van voorzetwand. Wat dat als voordeel heeft dat je geen gaten moet boren in de muren, wat dat voor een huurhuis toch wel belangrijk is. De slaapkamer was voor Veerle en Dimi een heel belangrijke ruimte, omdat zij met dag- en nachtshiften werken. Dus we hebben voor dikke gordijnen gekozen met een voering, zodat licht buiten gehouden wordt. En voor donkergroene tinten in combinatie met oker en goud, zodat een heel rijkelijke, knusse, rustige plaats wordt om te vertoeven. Op het vlak van meubilair hebben we eigenlijk gekozen om het zo rustig en sober mogelijk te houden, zodat er niet te veel afleiding is en dat er zo een maximaal zengevoel heerst.